Goedemorgen, ik ben onderweg naar de sluisfabriek in Drachten. Dat is een fabriek aan het Tussendiepen, een oude fabriek. En ik heb daar een afspraak met Trea van Stichting Kraftwerk. Daar kom ik later op terug in deze video. Maar ik zal er eerst even naartoe rijden en vertel ik jullie daarna meer. In de jaren 60 werd die fabriek hier achter mij gebouwd door de firma Sluis Machinefabrieken. Zij maakten hier destijds onder andere transportbanden. En in de jaren 90 zijn zij failliet gegaan. Daarna zijn ze nog wel overgenomen, maar echt heel veel activiteit op industriegebied was hier niet meer. Momenteel zitten er een aantal kunstenaars in. Waaronder Jan Ketelaar, waar ik eerder ook een documentaire over gemaakt heb. Die zal ik hier in een van de twee bovenhoeken wel even linken. En ik zal nu even binnen op zoek naar Trea. Ik ben inmiddels binnen, alleen het is nu even zoeken waar Trea is. Ah, ik hoor wat. Ah. Tada, gevonden. Leuk, ben je ook even op bezoek? Ik zocht jou. Kom binnen, jongen. Het staat nog in de kinderschoenen natuurlijk. Maar Kraftwerk is zeg maar vanuit de stichting de partij die de mensen verbindt, de ideeën kan verbinden. Maar ook in de toekomst subsidies kan aanvragen, fondsen kan werven. Dus we hebben hier nog wat kantoren die we op den duur graag beschikbaar willen stellen voor start-ups. En de grote hallen natuurlijk. Ja. Daar ben je waarschijnlijk doorheen gekomen. Ja, toen ik jou zocht ben ik daar doorheen gekomen. Ja. Nou, daar hebben we ook al wat mensen die op een bijzondere wijze graag met hun hobby of met hun ambacht of met hun bedrijf bezig willen. En dat kunnen mensen zijn als Jan Ketelaar natuurlijk, hè? Dus ja. In de vorm van een atelier. Dus het eigenlijk is het heel makkelijk met de dingen die er eigenlijk al zijn, de bestaande dingen, om dat hier bij elkaar te brengen. Niet helemaal eerlijk, ik wist eigenlijk al wel wat Kraftwerk was. Daarom was ik hier ook heen gekomen. Sterker nog, ik heb inmiddels ook bij Kraftwerk aangesloten. Ik ga helpen op het gebied van fotografie en videografie en een beetje marketing om hopelijk Kraftwerk tot een groot succes te maken en dat er mooie dingen mogen ontstaan hier in de sluisfabriek aan de Tussendiepen. Ik ga weer naar huis toe. Ik zal jullie via deze vlogs de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen wat betreft Kraftwerk en de sluisfabriek. Voor nu was dit de video. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.